Conservation International Suriname, CIS, heeft samen met haar partners van 23 tot en met 25 mei een crew gehouden. De vergadering was in verband met de viering van het tweejarig bestaan van de South Suriname Conservation Corridor, SSCC. Dit is een natuurgebied van 7,2 miljoen hectare in Zuid-Suriname. De verschillende vertegenwoordigers van stammen en organisaties van het gebied zijn 2 jaar geleden een overeenkomst aangegaan met CIS voor het beschermen van de SSCC. En op de Kroetu waren aanwezig vertegenwoordigers van 9 dorpen uit Zuid-Suriname, waaronder de dorpen van de Trio en Wayana gemeenschappen. De partnerorganisaties zijn de Amazone Conservation Team en de WWF. Het doel van de Kroetu was om de afgelopen 2 jaar te evalueren en aandachtspunten voor effectieve bescherming van het gebied aan te dragen. In ruil voor bescherming van het bos kijkt CI samen met de lokale gemeenschap uit naar mogelijkheden van duurzame ontwikkeling voor de dorpen. Een van de mogelijkheden is het Brazil Nut project. Krishna Gayaprasad en Soraya Wijntuin van CI gaan nader in op de samenwerking. We hebben de rol als verlener van technische expertise, technische kennis, zodat we de gemeenschappen kunnen versterken, zodat ze uiteindelijk zelf het gebied kunnen gaan beheren. En verder hebben we ook de rol als donor. Wij zoeken ook naar fondsen, zodat we dit proces voort kunnen zetten. Dankjewel. En als jullie kijken naar de afgelopen paar dagen, 2 dagen dat de Kroetu al gaande is, wat is jouw indruk van de Kroetu? Het is een zeer goede Kroetu geweest. Mensen hebben echt gezegd wat ze zouden zeggen. We hebben ook andere meningen gehoord, of er problemen zijn, hoe het werk tot nu toe gaat, wat ze nog meer verwachten van dit project. En wat zijn de vervolgstappen na de Kroetu? Er zijn een aantal besluiten die tijdens de Kroetu worden genomen, hoe we verder gaan. En we gaan daar met die stappen verder, zoals communicatiestructuur verbeteren, klachten, waar kunnen mensen terecht met hun klachten. Dus al die mechanismen worden nu ingesteld en daarmee gaan we verder. Volgens voorzitter Audrey Christian van het inheems platform in eenheid en solidariteit voor alliantie en vooruitgang is de bijeenkomst belangrijk om onder meer na te gaan hoe de gemeenschappen met behoud van het bos het beste kunnen leven. Ook is belangrijk te weten waar de leefgemeenschappen aan toe zijn, zegt zij. Maak het effect en de strijd, om het zo te zeggen, voor behoud van het bos en milieu, het wordt veel sterker. Want als ik bijvoorbeeld alleen zou zeggen van ik wil verandering, gaat dat niet helpen. Maar als verschillende mensen het zeggen, dat wil zeggen je hebt meerdere partners, meerdere stemmen die allemaal hetzelfde zeggen. Dat wil zeggen dat jouw stem veel sterker is en gehoord zal worden. De strijd voor de inheemse voor overleving is op verschillende manieren. Als we nu kijken bijvoorbeeld dat er wereldwijd invasie en inbreuk wordt gepleegd op hun manier van leven, hun woon- en leefgebieden, de kwikvervuiling onder andere, het feit dat ze niet de gronden die zij hebben worden afgenomen en worden afgestaan aan concessionarissen, het water dat vervuild wordt door middel van de goudwinning, dan is het voortbestaan van onze mensen danig in gevaar en moeten wij wel zeggen van nee, we willen, het kan niet zo op deze manier niet doorgaan. Want het lijkt alsof het een strijd is voor de inheemse alleen, maar het is niet een strijd voor de inheemse alleen. Het is een wereldwijde strijd, omdat de bossen ons zuurstof geven. En zuurstof heeft de mensheid nodig om te overleven. Dus het is een globale strijd die momenteel gevoerd wordt. Voorzitter Audrey Christian van het inheems platform in eenheid en solidariteit voor alliantie en vooruitgang. Ze sprak gisteren bij de 3-daagse Kroetu tijdens Conservation International Suriname, tussen Conservation International Suriname en haar partner in verband met de viering van het 2-jarig bestaan van de South Suriname Conservation Corridor. Dit is een beschermd natuurgebied van 7,2 miljoen hectare in Zuid-Suriname.